Het voorgerecht van ons drie-gang kerstmenu. Gepekelde en koud gerookte zalm met een salade van gepofte bietjes en een saus van yoghurt en dille. Hoi, ik ben Thomas van het Barbecue Experience Center en vandaag neem ik je mee in onze driedelige serie waarin we een super tof kerstdiner gaan maken op de Kamado. Vandaag deel 1, koud gerookte en gepekelde zalm met een salade van gepofte biet en Granny Smith. Voor het voorgerecht gaan we de zalm eerst pekelen en daarna gaan we hem koud roken op de Minimax. En ondertussen ga ik een salade maken van gepofte bietjes. Die ga ik poffen caveman-staal tussen de kolen. En daarbij komt een warme saus van yoghurt en dille. De zalm ligt lekker te roken. We gaan nu even 48 uur terug in de tijd. Dan laat ik je exact zien hoe het hier gepekeld is. We zijn 2 dagen terug in de tijd. We gaan beginnen met het pekelen van de zalm. Wat hebben we daarvoor nodig? Uiteraard zout, suiker, klein beetje gin, wat roze peperkorrels, Szechuan-peper, rasp van de limoen en de citroen, korianderkorreltjes, venkelzaad en een klein beetje bietensap. En natuurlijk de zalm. Voor het maken van de pekel ga ik eerst even mijn specerijen afwegen. Deze ga ik namelijk nog heel even kort aanroosteren in een steelpannetje. En ik gebruik daarvoor 10 gram roze peperkorrels, 10 gram Szechuan peperkorrels, 10 gram korianderzaad en 10 gram venkelzaad. Dan pak ik even mijn skilletje erbij en dan gaan we heel eventjes de specerijen aanroosteren. Daardoor geven ze net even wat meer smaak en krijg je uiteindelijk een nog lekkere zalm. Dan weeg ik ondertussen de suiker en het zout af. 200 gram grof zeezout en 250 gram kristalsuiker. De specerijen zijn lekker getoast. Die geur die vanaf komt, die is nu al lekker. Dus ik ga ze in de vijzel stoppen. Dan gaan we ze even lekker fijn vijzelen. Komt er nog meer smaak vanaf en trekt het nog beter in de zalm. De specerijen zijn gevijzeld, ze hoeven niet helemaal tot poeder gevijzeld te worden, gewoon even lekker kneuzen. En dan kunnen ze bij het zout- en suikermengsel. Rasp van ongeveer een half limoentje gaat er doorheen. En zoals al vaker gezegd, ik gebruik alleen het groene gedeelte of het gele gedeelte van de rasp. Of van de schil en niet het witte. En ook de rasp van ongeveer een halve citroen. Dan gaat dit zout- en suikermengsel over de zalm. Dit was eigenlijk gewoon de zalm zoals ik hem gehaald heb bij de visboer. Dus ik heb er verder niks mee gedaan. Dus gewoon de droge pekel eroverheen. Dan gaan er als laatste nog wat vloeistof eroverheen. Ik heb een klein beetje dry gin. Een flinke borrel. En als laatste het bietensap, ongeveer 3 deciliter. Door dat bietensap in de pekel zal je zalm knalrood van buiten worden. Dan blijft hij mooi oranje van binnen en krijg je een super tof kleurcontrast. Dit eventjes weer goed doormengen. De zalm is klaar. Deze gaat lekker voor 48 uur in de marinade. En dan komen we over 2 dagen terug om hem lekker koud te roken. Tot over 2 dagen. Onze zalm heeft inmiddels 48 uur gepekeld. De kruiden, specerijen, het bietensap zijn er allemaal lekker ingetrokken. Hij is mooi gemarineerd. Dus hij is klaar om koud te gaan roken. De zalm heb ik uit de pekel gehaald. Ik ga hem nu nog even drogen. En het is eigenlijk het beste om de zalm dan eventjes een middagje of een nachtje in de koelkast te houden. Zodat hij echt even goed kan aandrogen. Daar heb ik nu helaas geen tijd voor. Maar als je er thuis de tijd voor hebt, dan zou ik het zeker aanraden. De pekel is er mooi af. Hij is afgedroogd. Dan gaat hij nu op de Minimax om koud te roken. Voor het koud roken van de zalm hebben we een aantal dingen nodig. Uiteraard een cold smoke generator met een theelichtje. Een gesloten barbecue, in dit geval de Minimax zonder houtskool. Dus ik heb mijn houtskoolmand volledig leeggehaald. En een indirecte opstelling bestaande uit de convector en een RVS rooster. Voor het roken ga ik gebruik maken van de cederhoutmot. Dat is eigenlijk een heel fijn zaagsel gemaakt van cederhout. En cederhout en zalm is natuurlijk een klassieke combinatie. En vooral bij warm roken op een plankje bijvoorbeeld. Ja, maar nu ga ik hem gebruiken voor het koud roken van de zalm. Ik vul de cold smoke generator met de mot tot hij volledig gevuld is. Als de cold smoke generator gevuld is, niet aandrukken. Dus gewoon lichtjes tikken zodat de mot zich verdeelt. En dan is hij klaar om te gaan roken. Ik zet onderin een vaccinelichtje. Steek hem aan met de aansteker. En op het moment dat mijn rookmot gaat smeulen, zet ik hem in de barbecue. En is hij klaar om koud te roken.
De rookmond smult, ik heb hem uitgeblazen en dan gaat hij nu in de Minimax. Schuif aan de onderkant open. Indirecte opstelling erin. Zalmpje erop. Doom dicht. En de doom aan de bovenkant. Klein stukje open. Het roken van de zalm heeft ongeveer een uurtje of 8 nodig. Dus we gaan ondertussen lekker verder met wat andere dingen. Zoals het poffen van de bietjes. Wil je trouwens meer weten over de techniek koud roken? Ga dan gauw naar de film van mijn collega Sven. Die je alles vertelt over de techniek koud roken. Voor de salade gaan we lekker de bietjes poffen in de Big Neck Large. Ik heb hem al aangestoken. Hij staat op 190 graden. En ik ga hem caveman-style de bietjes poffen. Ik heb 3 verschillende soorten. Ik heb rode bietjes, Chioggia bietjes en gele bietjes. Deze zijn te koop bij iedere groenteboer. En het oog wil ook wat, dus vandaar deze 3 verschillende kleuren. De bietjes liggen lekker in de kooltjes te poffen. Ik denk dat ze ongeveer een half uurtje nodig hebben. En ze worden straks mooi zwart, dus ik zal ze regelmatig even moeten draaien en keren. En op het moment dat ze mooi gaar zijn, hebben ze al hun smaak mooi bewaard. Dan heb je super lekkere bieten voor in de salade. Wat hebben we nodig voor het maken van de saus? Volle yoghurt, dille, gezouten roomboot, olijfolie en natuurlijk peper en zout. Maar voor de saus ga ik als eerste een dilleolie maken. Die gaat in de keukenmachine. En dan gaat daar een royale hoeveelheid olie bij. We gaan verder met het tweede deel van de saus. Ik ga namelijk de yoghurt even opkoken. Want dan zal die gaan schiften. En dan ga ik alleen het vocht gebruiken straks in de saus. En alle vaste bestanddelen die worden niet gebruikt. De yoghurt die is opgekookt en gezeefd. Dus wat ik nu over heb is eigenlijk pure de wei die in de yoghurt zit. Oftewel de vloeibare delen. Dit ga ik nu opmonteren met wat roomboter, gezouten roomboter. Zodat die lekker creamy en mooi op smaak wordt. De bieten hebben inmiddels een uurtje gepoft. Ze zijn volledig gekrompen en zwart geblakerd. Tijd om ze eruit te halen. Laten we ze even afkoelen en dan gaan we er een mooie salade van maken. Bietjes zijn gepeld. Ik ga ze nu een mooie fijne reepje snijden. Dan gaan we er een lekkere salade mee maken. Verschillende bietjes. Een Granny Smith appeltje. En dan gaan we dat lekker op smaak brengen met wat granaatappelen zijn. Olijfolie en peper en zout. Oh, nu al lekker. Nou, de zalm heeft inmiddels een kleine 8 uur kunnen roken. Dus we zien hoe dat hij erbij hangt. Ik heb de zalm getrangeerd in mooie dunne plakjes. En zoals je ziet heb ik de huid niet meegenomen. Want dat is wel van belang. Die huid is eigenlijk niet eetbaar nu. Dus ik heb hem iedere keer ingesneden tot op de huid en na het mes een kwartslag gedraaid, zodat je mooie dunne plakjes van de huid af kan snijden. De saus van yoghurt die gaat nog heel eventjes terug op het vuur. Want wat ik zo meteen wil creëren is eigenlijk een koud gerechtje met een warme saus. Dan krijg je een heel mooi contrast in je gerecht. Dan gaat er de dilleolie doorheen en dan krijg je echt een hele mooie schiftsaus. Dus met een witte crèmige saus met erop een knalgroene olie. Oké, dan wordt het nu tijd om een mooi bordje op te maken. Ik begin met een aantal plakjes zalm in het midden van het bord. Die doe ik mooi strak onder elkaar. Ik probeer ook altijd met oneven aantallen te werken. Dat is voor het oog ook altijd wel mooi. Dan gaat er een klein beetje van de salade op. En om het geheel af te werken, een klein beetje van de yoghurt dillesaus. Om het geheel af te werken. En zo heb je met 3 eenvoudige garnituurtjes echt een topgerechtje. Een feestje voor het oog, hè, door die schifting van de saus, de kleur van de zalm en het kleurenpalet in de salade. Ik zeg, eet smakelijk. Zo. Oh, heerlijk. Alles proef je er mooi in terug. De rook is heel verfijnd. De zalm is echt mooi op smaak. Lekker dat knispertje in de salade. En natuurlijk het mooie contrast van warm en koud. Door de warme saus die erbij geserveerd is. Dat was hem dan, het eerste deel van onze driedelige kerstserie. Vandaag het voorgerecht. De volgende keer gaan we aan de slag met een mooi stuk rundvlees, waar we een super hoofdgerecht voor gaan maken.
Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een toffe video? Geef ons dan een duimpje omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ga je zelf aan de slag met ons kerstmenu? Stuur ons dan vooral een fotootje op Facebook of Instagram en wie weet reposten we jouw supermooie creatie. Wil je nog meer video's zien? Klik dan even hier.